Steenbokken. Dag Steenbokken, ik geef jullie nu de maandelijkse horoscoop in het algemeen voor het teken Steenbok voor september 2013. Gedurende de maand, het is een opbouw die zich voornamelijk afspeelt rond het midden van de maand, zal Venus en jouw heerser Saturnus samenkomen, samen met de noordelijke maansknoop in uw elfde huis. Wat wil al die astrologische Latijnse woorden zeggen? Het elfde huis heeft te maken met uw aspiraties en met waar je heen wilt in het leven. En veel mensen zouden zeggen van, dat is toch niet zo belangrijk, maar toch wel. Want omdat jouw heerser er is en om de planeet Saturnus gaat het om serieuze plannen voor de toekomst. En de noordelijke maansknop heeft te maken met lot. En met waar je naartoe wilt in het leven. En Venus heeft te maken met waar je van houdt. Dus het is de periode voor de steenbokken om waar je van houdt, om je daaraan vast te klampen, heel hard voor te werken, want Saturnus is de planeet van het harde werk. En die plannen vastleggen voor de komende jaren. Want Saturnus is de langzame planeet en die komt maar één keer in de 30 jaar doet hij een toertje. Die bevindt zich nu in het 11e huis. Dus het zijn plannen die je maakt voor minstens de komende 10, 20, 30 jaar. Dus het is goed dat je eerst even nadenkt vooraleer dat je ze maakt. Het kan ook zijn dat je ze totaal gaat veranderen. Wat ook kan, is dat je op gebied van vriendschappen ook een grote keus maakt. En dat is goed, want dit maakt het mogelijk dat er weer nieuwe vrienden binnenkomen. Want jij bent enorm aan het veranderen met Pluto in jouw teken. Vandaar dat de mensen rondom jou ook zullen veranderen. In ieder geval, de steen die ik associeer met deze energie van Venus, Saturnus, van hard werken voor datgene waar je van houdt, in jouw geval de aspiraties waar je van houdt of de vrienden waar je van houdt. De steen is jade en jade brengt evenwicht. Dus vanaf de 20e van de maand is er iets meer evenwicht nadat je die beslissing hebt gemaakt of hard gewerkt hebt voor datgene wat je wenst. Ik wens jullie het allerbeste steenbokken en tot volgende maand.